Welkom allemaal, fijn dat jullie weer kijken. Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal. De vele liefdevolle, warme berichten. Natuurlijk ook de vele nieuwe abonnees, de donaties. En natuurlijk ook de vele aanvragen voor privé-readingen, coaching, begeleiding en de reiki-readingen. Dankjewel. Ik werd aangespoord om vandaag de tweelingziel-deck te gebruiken. De tarot... Beautiful Creatures. En eventueel ook nog de Tarot der Goden. We gaan wel kijken. Ik laat me gewoon begeleiden sturen wat ik moet doen. Alle nieuwe kijkers, wees van harte welkom. Kijk eventjes of het resoneert. Vaak helpt het als je abonneert, want er zit namelijk jouw energie in het kanaal. Bovendien, als je op het belletje klikt, dan hoef je ook niks meer te missen. Ik maak meerdere readingen op een dag. Ook in het weekend. En dan de tarot der goden nog eventjes shuffelen. Ik hoop dat alles goed en wel met je gaat. Dat je gelukkig mag zijn. En vooral ook heel erg gezond. Zo. Een tweelingziel deck beginnen. Oké, 6 kaarten maar liefst. Doe maar, dat is behoorlijk wat. We gaan eens even kijken. We hebben allereerst hebben we berusten. We hebben introspectie. We hebben wanhoop. We hebben ontkenning. Levensdoel en dominantie. Aan de ene kant is ergens in berusten. Is goed. Zolang je maar naar binnen keert om te kijken van waar je aan kan werken. Doe je dat niet en je bent aan het berusten en voor de rest ben je passief en je wacht maar af. Dan kan dat omslaan in wanhoop. Dus introspectie is heel erg belangrijk. Bovendien als berusten, als dat ontkenning wordt... Dan maak je komaf met je leugens. Hè? En ontkenning en accepteer dat wat is. Dus door het gevoel dat iemand probeert het goed te doen, maar heeft zo diverse valkuilen. Focus proberen te hebben ook op je levensdoel qua introspectie. Maar die wanhoop die iedere keer komt, komt ook door een zekere dominantie. Je wilt graag de macht hebben, superieur zijn. En dat maakt dat je soms wanhopig overkomt. Dus het beste is eigenlijk om te berusten, maar wel op een gezonde manier. Dus dat je kijkt van... Dat berusten eigenlijk voelt als een rugsteun als je naar de diepte gaat. Introspectie is heel belangrijk. Zodat je niet langer uit de lood laat slaan, zodat die wanhoop en die dominantie niet de overhand gaan nemen. Ook ontkenning en leugens, maak daar komaf mee. Accepteer nu eenmaal wat er is. En probeer je op jouw levensdoel te focussen. Eens kijken. Ik heb hier eens een dek op zijn kop, zie je. Ik zal ze zo wel omdraaien. Ik krijg door dat er niet meer is. Ik
krijg wel de onderste van dek. Dat is de Temperance. Dat is de gematigdheidskaart. Dus er mag meer balans komen. Hè, we zagen hier wat uiterste. Wat ik al net besprak. Dus probeer wat meer balans te krijgen in jezelf. Toch wat meer introspectie. Zodat je levensdoel duidelijk wordt. Zodat de wanhoop en de dominantie afneemt. Zodat ontkenning en leugens dat er ook afneemt en zodat je kunt gaan berusten. Oké. Op rusten krijg je de koningin van staven. Ja, je moet wat doorzettingsvermogen hebben om uiteindelijk te kunnen berusten. Bij introspectie krijg ik de schildknaap van zwaarden op zijn kop. Niet langer door invloeden van buiten laten domineren of manipuleren of beïnvloeden, maar echt naar binnen gaan. Bij wanhoop krijg ik de zeven van zwaarden. Bij wanhoop kan je toch nog gaan vervallen in slechte zaken zoals leugens, die zagen we hier al liggen bij ontkenning. Maar ook halve waarheden, eigenlijk hetzelfde. Hè? Niet eerlijk zijn, volgens mij zeg ik nou drie keer hetzelfde. Maar ook bedrog en allerlei andere zaken. Ontkenning, daar heb ik op drie van staven. Ontkenning en die leugens, ja, je hebt geen geduld om los te laten en te gaan berusten. Op de een of andere manier moet er heel veel rust komen. Dus die introspectie, hè, echt dat hele, daar moet eigenlijk de focus op vallen. En dat mis ik in het plaatje. Wat is het advies, Spirit? Advies? Advies heb ik, ja... Je zit nu in de 8 van staven en 9 van staven. Dus je klampt jezelf vast. Je wil niet opgeven. Ook al is soms de wanhoop nabij. Maar het doel is om via introspectie jouw levensdoel duidelijker te krijgen. Dat je dus vooruitgang boekt. Dat je dus gaat helen. Dat je dus zaken verbetert. Pardon. Als dat uiteindelijk niet lukt op eigen kracht, dan gaat Spirit jou een handje helpen. Dan bieden ze jou hulp aan. En dat kan zijn dat er dus hartchakra wordt geopend, zodat je meer liefde voor jezelf voelt. Maar het kan ook zijn dat er een waterteken op jouw pad wordt gezet. Om jou tijdelijk te ondersteunen, om jou te gaan helpen. Die watertekenen, dat kan goed een vis zijn. Kan natuurlijk ook een schorpioen of kreeft zijn. Deze persoon, die zal jou gaan helpen om een nieuw begin te maken. Dus een einde aan die wanhoop en dominantie zoveel mogelijk uit die ontkenning en die leugens komen. En dat jij dus meer gaat berusten, meer... Ja, op het juiste pad wordt gezet, zal ik maar zeggen. Want ze willen uiteindelijk dat jij gaat herenigd worden met jouw twin. En anders blijf je te veel hangen. En daardoor wil jij dus op dit moment, gaan ze nog heel even aankijken of je het op eigen kracht kunt.
En anders dan krijg jij daar ondersteuning bij. Die hereniging is erg belangrijk. Maar je zit eigenlijk nog in die impulsiviteit. Dat is de onderste kaart van het dek. Vandaar ook dat we hier die drie van staven op zijn kop hebben. Je hebt gewoon geen geduld om een aantal zaken voor jezelf aan te pakken. Kan natuurlijk ook je twin zijn, je wederhelft. En ja, zolang niet aan die punten wordt gewerkt, kan er geen reunie, geen hereniging plaatsvinden. Omdat er gewoon nog te veel geheeld moet worden. Anders dan zou deze connectie weer uit elkaar gaan spatten. En dat is absoluut niet de bedoeling. Dus als jij zegt van ja, ik resoneer hiermee. Dan zou ik zeggen, ga maar goed aan de bak dan met jezelf. En is het je twin, dan kan het goed zijn dat ze binnenkort geholpen gaan worden. Zodat jullie uiteindelijk richting die hereniging kunnen gaan. Maar voor de mensen die nu kijken, die hiermee resoneren, dan dat duurt nog wel heel even hoor. Nou, als het resoneert, mag je liken, delen. Je mag natuurlijk ook abonneren. Dankjewel weer voor het kijken. Heel veel liefde en licht. Namaste.